Hi jongens, welkom in weer een nieuwe video. Het is alweer even geleden dat ik een video voor jullie heb opgenomen. De afgelopen twee keer waren van Larissa. Dus ik heb er helemaal zin in. En ik heb ook gewoon heel veel zin om de producten te laten zien. Waar ik de laatste tijd heel erg obsessed mee ben. Het zijn nieuwe merken die ik heb ontdekt. Producten die ik nog niet eerder heb laten zien en geteeld. Dingen waar ik gewoon heel erg blij van word. Ik moet zeggen dat ik sowieso de laatste tijd, en ik weet niet waardoor het komt, ik voel me echt super energiek. Echt tot het punt dat ik soms gewoon niet kan slapen energiek. Gewoon on fire. Het ene moment denk ik, voel ik me weer een beetje mezelf zoals ik me vroeger voelde. Ben namelijk net als Larissa ook gestopt met de pil. Dacht in eerste instantie eigenlijk helemaal niks ervan te merken. En nu begin ik een beetje te denken van, zou dit ermee te maken hebben? Maar het kan ook gewoon komen omdat ik echt wel heel goed bezig ben nu met gezond eten. Ik sport echt zeer regelmatig. En dat ik daardoor meer energie heb. Of gewoon dat ik vitamine D slik. Nou goed, anyways, ik heb er zin in. Ik heb de ruimte hierachter een beetje gezellig gemaakt. En ik hoor nu de hele tijd een gek geluid uit de... Wat is dit? Nou, ik ga ervan uit dat jullie het niet horen, want er zit een microfoon boven op mij gericht. Maar mocht je toch ineens raar achtergrondgeluid hebben, ik weet ook niet wat het is. Het klinkt als een verwarming? Ignore. Nou goed, wat ik net al zei, ik wil een aantal producten met jullie delen. En een aantal dingen eigenlijk, niet per se alleen producten. Waar ik de laatste tijd heel erg blij van ben geworden. Laat ik maar gewoon beginnen. Ik zei het net al eventjes kort, maar ik ben dus ook gestopt met de pil, net als Larissa. Ik wilde heel graag die hormonen aan mijn lijf. Ik wil niet op dit moment een baby. En het is nu bijna een jaar verder. En wat ik vooral heb gemerkt, is dat na 3 maanden begon mijn huid op te spelen. Mijn haar viel ook uit trouwens. Maar ik heb geen acne, maar ik heb best wel last van meeeters. Als ik eraan ga zitten, dan explodeert de boel onder huid. En dan komt er een grote ontsteking onder. En dan zit ik echt met van die pijnlijke bulten. Dus vervelend. En ik had ook op het begin allemaal hele kleine bultjes op mijn voorhoofd. Ik heb er nu nog wel een paar. Ik heb even rondgevraagd, rondgekeken op internet. Ik moest een exfoliant hebben. Dus ik heb in eerste instantie eigenlijk gekeken naar het merk The Ordinary. Heel erg budgetproof, maar deed helemaal niks voor mij. Ik heb het een paar weken geprobeerd. En daarna ben ik uitgekomen bij Paula's Choice. En dit is de Exfoliant 2% BHA Liquid met salicylzuur. Het is dus een product die je aanbrengt nadat je je gezicht hebt gereinigd en dan exfolieert het je huid. Dus de bovenste huidlaag gaat er een beetje van af. Het merk zelf is heel erg milieubewust en ze testen nooit op dieren. Dus dat is ook wel heel erg fijn om te weten. Ik heb in eerste instantie deze gekocht voor een tientje. Er zit maar 30 milliliter in en die heb ik gebruikt om het heel eventjes te proberen. En omdat deze beviel en nu echt praktisch op is, heb ik deze gehaald. En deze kost €33. Ik moet zeggen, je doet er op zich wel lang mee, want je hoeft het niet elke dag te gebruiken. Je kan het bijvoorbeeld om de dag te gebruiken. En dan alleen in de avond. Ja, ik vind het echt verschil maken. Sowieso, alle kleine bultjes die ik op mijn voorhoofd had, die zijn allemaal weg. De meeeters zijn ook flink verminderd. En soms als ik dus echt eventjes een breakout heb, en die heb ik nu de laatste tijd eigenlijk niet meer. Als ik hem heb, dan doe ik alleen de vloeistof daar een beetje op. En dan is die ook sneller weg. Dus. Oh ja, trouwens. Ik zag. En daar was ik heel erg blij mee. Want dit product of dit merk is eigenlijk niet heel makkelijk verkrijgbaar. Wel via bol.com. Ook via de site zelf. Maar toen stond ik laatst in de Bijenkorf. En toen verkocht ze het ineens daar. Dus dat was echt top. Mocht je ook last hebben van onzuiverheden. Ik zou zeggen, check it out. Misschien is het wel iets voor jou. Volgende producten waar ik momenteel niet zonder kan. Zijn deze shampoo en conditioner van het merk Marianila. Het is vegan, het is cruelty free. Het ziet er trouwens ook gewoon echt heel erg mooi uit. Nou, ik ben trouwens bijna door die fles heen. Maar dat is al mijn tweede fles. En ik denk dat ik straks ook weer een nieuwe wil halen. Want weet je, dit ruikt heel erg lekker. Ik ben eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, over het algemeen niet snel onder de indruk van een shampoo en een conditioner. Maar ik heb het leren kennen door mijn zus Rena. Die was helemaal enthousiast. Die had ook zoiets van, je haar wordt minder snel vet met deze shampoo. Dit is de True Soft Shampoo. En het maakt mijn haar inderdaad heel erg zacht. En ik heb eigenlijk heel vaak producten ontweken die mijn haar heel erg zacht maakten. Omdat ik dacht dat ik dan geen volume in mijn haar zou krijgen. Ik heb eigenlijk van mezelf heel fijn haar. Wel veel haar, maar niet per se dik haar. Dus als je kijkt naar Larissa en Serena, die hebben altijd echt zo kblam, die hebben zo'n kuif. Ik heb dat niet. Maar ik moet zeggen dat als je dit zo ziet, het is niet verkeerd. De laatste tijd valt me op dat mijn haar heel erg mooi valt, dat ik volume heb, terwijl het ook nog zacht is. En ik juist hiervoor heel veel shampoos gebruikte die mijn haar wat stugger maakten. Maar ik denk omdat ik dus zulk fijn haar heb, dat mijn haar dan ook sneller in de knoop gaat en dan gaat klitten en dan gaat pluizen. Dus ik denk gewoon dat ik een shampoo heb gevonden die voor mij heel erg geschikt is. Zo, ik ben echt zoveel aan het praten.
Het enige is, het is ook weer niet zo makkelijk te verkrijgen. Je kan het bij een aantal salons krijgen, dus dat is wel fijn. De prijs ligt wel wat hoger, namelijk 9,25 voor de shampoo, maar ook 9,25 voor de conditioner. Als ik heel eerlijk ben, ben ik vooral heel erg onder de indruk van de shampoo. Conditioner zou je in principe ook wel van een ander merk kunnen proberen, als je dat zou willen. Dan wil ik nu heel graag iets anders delen, wat geen beautyproduct is. Er komen nog beautyproducten aan. Ik doe deze hele video gewoon lekker door elkaar. Kan mij schelen, want ik wil het nu heel erg graag hebben over mijn favoriete sport op dit moment. En dat is RoCycle. Ik vind het gewoon zo leuk. Elke keer als ik heb gerocycled, ben ik gewoon high on endorphins. Ik kijk er echt naar uit. Ik doe het nu elke week minstens één keer. En het is eigenlijk gewoon spinning op muziek. Je moet ook opdrukken, je moet ook crunches doen. Er wordt ook een motivational speech tijdens gegeven. Wat ook heel erg een beetje te maken heeft met mindfulness. Dus dat vind ik gewoon een grappige combinatie. Het is gewoon knallen en conditie opbouwen eigenlijk. En ik ben super bang geweest voor alles wat maar met conditie te maken had, omdat ik gewoon geen conditie had. Maar ja, dat was wel een van mijn doelen, om wat meer conditie op te bouwen dus. Ik kan gewoon niet wachten om weer te beginnen. Zelfs als het regent buiten, heb ik zoiets van boeiend. Jas aan, gaan, let's go. Niet afzeggen. Dus ja, mocht jij in een stad wonen waar ze het aanbieden, ik zou het zeker een keertje proberen. Ik heb het idee dat mijn vetverbranding veel meer op peil is, dat mijn stoelgang verbeterd is en ik voel me gewoon overal super veel blijer, energieker, levendiger. Nogmaals, weet je, dingen hebben meerdere factoren, maar ik denk dat RoCycle wel een groot gedeelte daarvan is. En RoCycle, je kan er een strippenkaart voor halen, maar ik doe het momenteel via OneFit. Ik zit al bij OneFit sinds 2018 en ik ben nog steeds heel erg over te spreken. Het is voor mij echt de manier geweest om weer echt into sporten te komen. En om het, ja, het heeft het echt leuk gemaakt voor mij, de afwisseling. De lesjes werken voor mij als een stok achter de deur. Ik heb het echt best wel op moeten bouwen. Dus eerst ging ik maar één keer in de week, daarna ging ik twee keer in de week. Nu ga ik drie keer in de week. Deze week ga ik vier keer trouwens. Maar dan doe ik gewoon verschillende dingen. Het is geen goedkope abonnement. Je hebt ook nog een light abonnement waarbij je wat minder kan sporten. Dus als je gewoon niet zoveel wil sporten. En die is volgens mij de helft van de prijs. Maar ik durf niet 100% zeker te zeggen. Als je kijkt naar de verschillende lessen. Als je daar verschillende strippenkaarten van zou nemen. Dan ben je hoe dan ook beter uit qua prijs. Je kan het bijvoorbeeld een maandje proberen en daarna weer opzeggen. Lees alsjeblieft wel heel erg goed al die regels door. Hoe dat allemaal precies zit. Want dat weet ik niet uit mijn hoofd. Maar ik deel ook eventjes de kortingscode met jullie, zodat je eventueel een korting kan krijgen. Nou, ik ben een tijdje geleden geswitcht naar een mascara die niet waterproof is. En dat kwam vooral omdat ik mijn ogen had laten laseren. En ik moest het wat voorzichtiger schoonmaken. Waterproof mascara, we weten allemaal, dat is gewoon echt net alsof het erop gelijmd is. Soms krijg je het gewoon niet van je ogen af. En ik dacht, joh, better safe than sorry. Maar ik ben eigenlijk helemaal geen fan van niet waterproof mascara's, omdat die gewoon vlekken, dacht ik. Dit is een mascara, jongen. Een niet waterproof mascara. Hij is fantastisch. Je hebt twee kanten. Aan de ene kant zit een primer. Aan de andere kant zit een mascara. Deze mascara die maakt mijn wimpers vol. Maakt mijn wimpers lang. Maakt mijn wimpers pikzwart. Houdt mijn wimpers de hele dag omhoog. Ik heb het idee dat deze ook veel minder vlekt. En veel minder, gewoon heel goed blijft zitten. Dit is vind ik, de allerbeste mascara die niet waterproof is die ik ooit heb gehad. Dit merk is van Jessica Alba. Hij kost €20 en je kunt hem bijvoorbeeld bij de Douglas vinden. Oké, normaal gesproken ben ik niet super enthousiast over een wash gel. Maar dit is een hele mooie verpakking. Het is Zweeds, het is duurzaam, het is vegan, het is cruelty free. Het doet me heel erg denken aan de verpakking van Maria Nila. Dus het staat ook nog eens leuk in mijn douche. Ik ben hier tevreden over omdat het mijn gezicht schoonmaakt en het zorgt dat mijn gezicht niet helemaal trekt na afloop. En dat heb ik nog wel eens gehad met een wash gel en dat wil ik niet. Ik ben best wel te spreken over dit merk en wilde toch eventjes delen. Want ik ben eigenlijk heel erg benieuwd of jullie dit merk al kennen. En zo ja, welke producten ik nog meer moet proberen. Want dit zijn dus hele milde producten en dat vond ik wel heel erg fijn. En ik heb bijvoorbeeld hier ook de Whipped Cream. En dit is dus een dagcreme. En hier ben ik echt over te spreken ook. Ten eerste, het ruikt naar banaan. Ten tweede, er zitten shimmertjes in. Een beetje goudachtig en dat geeft een beetje een glow. Er zit vitamine C in verwerkt. Het trekt heel erg snel in. Is niet vettig voor mijn huid. Kan prima onder foundation. Ik ben helemaal blij met dit product. Het enige nadeel is dat die dus bijna op is. De prijs. Deze vind ik oprecht echt overpriced. Maar ik wilde hem toch eventjes noemen in deze video. Omdat ik zoiets had van ja, ik ben er wel gewoon tevreden over. Dus, hè? Super nice. Die prijs. Deze kost, and I kid you not, €68. Er zijn zoveel crèmes op de markt. Sommige zijn gewoon goedkoper dan de andere. Dus ik doe er heel erg zuinig mee. Ik gebruik hem alleen in de ochtend. Maar ja, hij geeft me toch wel, ik weet niet,
Het voelt gewoon goed om deze te gebruiken. Ik word meteen blij van die geur van banaan. Maar ik ben heel erg benieuwd wie deze ook kent. Wie hier ook tevreden over is. En andere producten misschien van dit merk. Of dat je misschien een soort gelijk product kent. Dan nu even een gadget. Ik kan niet meer zonder mijn Apple AirPods. Ik voel me nu een beetje zo'n typisch persoon met die Apple AirPods die helemaal het loopt te hypen. Ja, ik vind ze gewoon top. En ik heb deze gekregen van mijn vriend voor mijn verjaardag. Daar ben ik super dankbaar om. Ik ben sindsdien obsessed. Ze zien eruit alsof ze elk moment uit je oor kunnen vallen, maar dat doen ze echt niet. Wat voor mij heel erg fijn is dat ik de muziek best wel goed kan horen. Beter dan met de oordopjes die een draadje eraan hebben hangen. Ik denk dat die gewoon minder goed in mijn oor passen. Maar ik hoor nog steeds wel omgevingsgeluid als ik aan het fietsen ben. En geloof me, dat is handig, want ik ben een dromer. Dus als ik helemaal into het nummer ben en ik speel gewoon een videoclip af in mijn hoofd, oké? En ik weet zeker dat jullie dat ook wel eens hebben gedaan. Als je in de trein zit en je kijkt naar buiten en je bent een nummer aan het luisteren, dat je dan voor je het weet zit je een videoclip aan het spelen. Dat doe ik dus ook als ik op de fiets zit. En voor je het weet word je voor je sloffen gereden door iemand. Er zijn ook wel wat momenten dat ik denk, nou, het zou wel fijn zijn als ze echt helemaal afschermen van al het geluid. Daar heb je volgens mij wel een andere versie van. Maar weet je, ik hou het nu gewoon even op deze. Dan wil ik heel graag ook nog een app delen. En deze heb ik eigenlijk al een tijdje op mijn telefoon. Maar die heb ik weer een soort van herontdekt. En dat is de app Simple Habit. En dit is dus een app waar allemaal meditaties op staan. Hij is in principe betaald. Maar er staan er heel veel op die gratis zijn. Wat ik nog steeds wel eens doe sinds mijn ooglaseroperatie, is dat ik zo'n verwarmd masker op mijn oog doe als ik 's ochtends wakker word. En dan moet ik eigenlijk gewoon eventjes 10 minuten minstens even ermee liggen. Ik merkte aan mezelf dat ik het super moeilijk vond om dat te doen. Ik raak heel snel afgeleid. Toen ik dat dus moest doen, dat masker op voor 10 minuten, vond ik wekkers eigenlijk best wel vervelend. En toen heb ik die app erbij gepakt en ging ik gewoon een geleide meditatie aandoen. Vond ik makkelijker om mijn tijd te tracken en ik had tegelijkertijd wat om te luisteren. Dus sinds ik die app weer gebruik, zit ik er weer helemaal in, zeg maar. Want ik had een serie ontdekt en die wil ik even met jullie delen. En dat is de 31 Day Fresh Start. En dit is dus een reeks van 31 meditaties van ongeveer 5 minuten. Sommige zijn richting de 10, maar in principe maar 5 minuten per dag. En die kan je elke dag luisteren voor 31 dagen lang. En dan krijg je gewoon superveel wijze lessen mee. Ja, en ik vond het gewoon heel interessant om te luisteren. Dus ik weet niet of jullie dat ook interessant vinden. Maar dit is gewoon een hele laagdrempelige manier om te mediteren, vind ik. En het is allemaal niet zo heel... Sommige wel trouwens. Het zijn niet alle... Het is niet zo heel zweverig als dat je nu denkt. Het is gewoon een stuk makkelijker, vind ik, als je dus hulp hebt van een app. Het is altijd proberen waard. Ik vind het in ieder geval een hele makkelijke app. En dus heel fijn dat er superveel gratis opties op zitten. Nou, zoals ik al eerder zei, het was even geleden dat ik nieuwe merken en producten had ontdekt waar ik echt over te spreken was. Dus van deze word ik gewoon echt heel erg blij. En ik vond het gewoon heel erg leuk om dat met jullie te delen. En hopelijk kunnen jullie dat waarderen. Zo ja, geef deze video in ieder geval even een duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren op ons YouTube kanaal als je nog geen abonnee bent. En deel ook zeker jouw tips met mij, met de rest in de comments. Want ik ben gewoon heel erg benieuwd naar jullie favoriete producten. En als je echt zoiets hebt van daar, dit moet je echt eventjes proberen. Of dit merk moet je echt eventjes checken. Ja, ben ik gewoon altijd wel benieuwd naar. Dus laat zeker even van je horen. En dan zie ik je heel graag weer terug in de volgende video. Doei!